De opening van de ACP, EU-regionale vergadering, heeft vandaag plaatsgevonden in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Dit is de 17e regionale meeting van de gezamenlijke parlementen van de ACP-EU-landen. Klimaatsverandering en de ACP-EU-overeenkomst zijn twee van de hoofdpunten die bij deze vergadering op de agenda staan. Jennifer Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée, gaf in haar openingsspeech aan hoe belangrijk deze parlementaire bijeenkomsten zijn voor de lidlanden van ACP-EU. National Assembly of Suriname, I welcome you to our country, the most forested country in the world. It has become quite normal for us in the past decades that countries, and for us, more specific parliaments of different countries, gather to discuss common problems, specific challenges and opportunities for cooperation. We do this because this can provide mutual benefit. Simons ging ook kort in op de gevolgen van klimaatsverandering en de standpunten die ingenomen moeten worden over dit vraagstuk. Working together and achieving cooperation for mutual benefit is not something we can take for granted. We have the obligation, we owe it to our peoples, to nourish the relationships we have, to establish new ones, to work with countries that face the same problems, and find solutions that will create real opportunities for the people, in our case, of the Caribbean. We are depending on the powerful nations in the world to keep the peace so that everyone, the whole world, the rich and the poor, developing nations and nations that have established a good economic situation for themselves, that we can exist and that we can develop in peace. Jennifer Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée van Suriname, bij de opening van de 17e regionale meeting van de gezamenlijke parlementen van de ACP-EU-landen. Deze vergadering duurt tot en met 2 maart.